mensen die dat jammer vinden. Ja! Nice. In elk geval, het laatste stuk van de Jazz Invaders. Even de kunstmatige verdeling van de stemmen afhalen, anders lijkt het net alsof je in de kerk staat. En dat is niet zo. Wij vonden het ontzettend leuk om hier te spelen, toch jongens? U kunt maar aflopen als u wilt natuurlijk onze eigen hier gemaakte cd's kopen. We hebben er 3, maar 2 in horen. Up and out en nummer 3. Te bekijken hier naar zijn foto. We willen graag de organisatie bedanken van de In Jazz. En we hopen dat we hier volgend jaar natuurlijk weer mogen staan. Laten we wel. Dat zou ontzettend leuk zijn. Dit stuk heet Perugia, is geschreven door Jan van Duijver op trompet. Thank you.
gehoor, de meest fantastische toetsenist van Nederland. Bertel Busta aan de keys. En dan begin ik met dit wonderschone setje hier zo. Deze blaas is voor de mensen die vanavond met treintje Oosthuis gaan bij Gaan ze weer. Jan heeft daar bijvoorbeeld alle arrangementen ook voor gemaakt. Ze zijn drukke baasjes en we zijn altijd heel erg blij dat ze toch nog meer meedoen. Maar dat zijn de echte originele jazzinvaders. Guido Nijs aan de tellerstaat. Jan van Dijk op de trompet. En onze allerbeste invaller hier zo. Milan Bonger. Jazzinvader galore. En natuurlijk achter de drums. De backbone, de man die zowel bassist als nummer 1 is. Dus ongelooflijk waar. Timothy van der Holst, ofwel DJ Phil Martin aan de drum. Mijn naam is Linda. Ik sta hier zo meteen met onze cd's. Tot de volgende keer.